Zo, jij wil voor mij zeggen, acteer na al die jaren, sukkel jij? Ja. Hoe kom? Omdat daar niet meer werk is, niet? Die werk het opgedroog, op in een groot mate. Je moet ook onthou, ik word hier jaar 66. So, ik is een ouder acteur, daar is niet meer zoveel rollen. Wat geschreven wordt voor mensen van mijn ouderdom specifiek niet. Als je gaat kijken naar de Shakespeare, allerhande toneelstukken. Die stukken is maar eindelijk moest voor juvenile leads geschreven. En ik is niet meer een juvenile lead. Het is zo ironisch, want ik denk jij levert de afgelopen 10 jaar van jouw beste werk. O ja. Maar dan is ik moest ongelooflijk gelukkig. En is dit niet hoe dit behoort te wees? Dat wanneer jij 66 wordt, dat jij op die kruin is van jouw talent. En dat jouw werk tot zo'n mate ontwikkelt het, dat het, en dat jouw talent zo geslijp is, dat jij wel kan die beste werk van je leven doen.